Er zijn twee belangrijke redenen waarom het verbruik van een auto toeneemt als je er een caravan achterhoudt. Om te beginnen is dat natuurlijk het extra gewicht van de caravan, maar belangrijker is de luchtweerstand. Want de caravan die steekt een flink stuk uit aan de zijkant van de auto en hij is ook een stuk hoger. Het kan zomaar het dubbele worden van het frontale oppervlak als je er een caravan achter hangt. Maar ja, je wilt natuurlijk wel een beetje ruimte en comfort in je rijdende vakantieverblijf. En dat gaat nu eenmaal niet in een klein caravanetje. Of toch wel. Bij Smitveld Vouwwagens in Heilo hebben ze daar iets op gevonden. En de caravan die hierachter staat, de Aero Cabin One. Ja, je ziet wel dat deze Aero Cabin One geen gewone caravan is. Er zitten allerlei slimme vondsten in. En daar kan Maarten Smit ons alles over vertellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie hier een lage, smalle caravan. Maar er zou toch een groot bed in moeten zitten. Dat klopt. We hebben gekozen voor een kleine caravan omdat het makkelijk rijdt achter de auto. Maar hij kan uitschuiven en we kunnen het dak omhoog doen. En dat uitschuiven, hoe gaat dat precies in zijn werk? Dat gaat net zo makkelijk als de bestekla thuis. Je duwt hem gewoon naar buiten en dan vergrendelt hij zich. Oh, dat wil ik even zien. Gaan we doen. Nou, het ziet er hier mooi uit, Maarten. En ik kan hier staan. Wat heerlijk. Flinke staarhoogte. Maar als we alles inklappen, waar blijf ik dan met die tafel? Want hoe schuift dat in elkaar? De tafel en de kussens waar je nu op zit, die leg je gewoon op het bed. En het hele bed trek je naar binnen. Dus ook als je een keer op doorreis bent, hoef je niet uit te schuiven. Kan je bijvoorbeeld gewoon de fiets op de dissel laten staan. En dan heb je nog steeds een heerlijk groot bed bij je. Maar als je de fiets op de dissel laat, dan kan toch de slider niet naar voren? Nee, dus op doorreis, hij hoeft niet uit te schuiven. Ja, ja. Hij kan uitschuiven. Oh, je kan ook zo slapen? Je als kan ook gewoon ja, zo slapen. Ja, oké. Nou begrijp ik het. Ik had het even niet begrepen. En zet je dit vast of leg je er gewoon los erop? Die leg je gewoon nu los erop en dat ligt goed genoeg. En een enorme grote keuken zie ik hier. Ja, mooie lekkere werkruimte, goede werkhoogte. Mooie grote wasbak en de kookunit zoals hier met het gascomfort uitgevoerd. Kan ook mee naar buiten. Zet je dan, heb je de binnen- en buitenkeuken. Dat is leuk. En een flinke koelkast zie ik ook. Ja, de bekende grote 70 liter van Dometic. Ja. En het grappige van deze koelkast is dat je hem aan twee kanten kan open doen. Dus je kan hem zowel links open draaien als met rechts open draaien. Dus als je buiten staat, kan je er makkelijk bij. Ik zie geen kasten hier bovenin, dus ik neem aan dat alles dan ook in die keuken moet worden opgeborgen. Ja, en door de compacte vorm en de lage hoogte van de caravan hebben we eigenlijk hebben gekozen om alle opbergruimte laag te houden. Dus je hebt onder de keuken heb je 6 grote lades. We hebben onder de stoelen en onder het uitschuifbed opbergruimte. En dat moet genoeg zijn. En als we hier nou weer bovenkastjes inmaken, dan worden we 1 veel hoger. Ja. Dat vinden we niet leuk. Ja. En het kost heel veel ruimte. Het ruimtegevoel binnen vinden we heel belangrijk. Ja, ja, het is, ik moet zeggen, het is een zeer ruimtelijk gevoel. En het ventileert natuurlijk ook perfect zo met dit systeem. En dat is, neem ik aan, de kledingkast deze? Ja, een mooie hangkast. Ja. Daar kan je gewoon je jas en jurkjes in ophangen. Ja. Nou, ik heb mijn jurken vandaag niet bij me. Dus, die lampjes, is dat standaard? Ja, in deze versie is dat standaard. In de introductieversie is het standaard. Ja. Ik zie daar ook stopcontacten en een laadpunt. Ja, en in de eerste versie van de Aero Cabin One hebben we gekozen voor een gewone luxe aankleding. Dus we hebben overal USB-aansluitingen op alle lampjes zitten. Ja. Op het aanrechtblad hebben we een USB-A, USB-C aansluiting en 3 stopcontacten. Dus je kan overal je telefoon opladen. Oh, dat is veel, ja. Oh. En een mooie kurkvloer is dit, hè? Ja, nou, kurk is ook weer een heel mooi materiaal. Duurzaam, waterbestendig en vooral lekker warm aan de voeten. Ja. Dus heel vaak kan je gewoon op je sokken binnen blijven lopen zonder dat het koud aanvoelt. Over warm gesproken, is dit de verwarming in? We hebben nu geen verwarming ingebouwd. Dat vinden we eigenlijk zonde van de ruimte, want die zijn eigenlijk veel te groot en veel te sterk voor onze kleine caravan. Dus met zo'n klein campingkacheltje kan je deze heerlijk op temperatuur krijgen. Ik heb ook genoteerd dat die wat smaller is, eigenlijk. Ja. En dan heb ik dus ook geen spiegels nodig.
Doordat hij maar 1,90 breed is, heb je vaak bij de modernere auto's geen caravanspiegels nodig. En dat draait wel zo lekker. Ja. En ook het rijden door kleine weggetjes en Franse dorpjes is natuurlijk veel makkelijker als die caravan 1,90 breed is en geen 2,30 meter of zelfs 2,50 meter. Ja. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben behoorlijk onder de indruk van wat ik zie hier. Mensen willen natuurlijk wel weten wat het ongeveer kost. Dit is de eerste versie van de Aero Cabin One kost nu 39.000 euro. Dat is inclusief luifel, voortent en een heleboel luxe accessoires. Okay. En straks is er een vanafprijs? We richten ons nu op een vanafprijs vanaf 35.000 euro. 35.000 euro, oké. Ja. En het gewicht van deze caravan? De caravan weegt leeg 850 kilo. En je mag hem maximaal beladen tot 1300 kilo. Dus ook achter kleinere en elektrische auto's kan je er makkelijk mee wegrijden. Ja. Nou, dat treft. Want ik heb vandaag een elektrische auto bij me. Een Volvo C40. En daar ga ik hem dan dadelijk maar eens even achter hangen om te kijken of dat aangenaam rijdt.